RTL Nieuws. Hallo en welkom bij het nieuws van 38 oktober. Ik ben Dikke Kut. En ik ben Hag Eetje Kloot. De koningin heeft een verklaring afgelegd bij de officier van justitie dat ze geen tapijten meer in haar koninklijke konijnenhok wilt hebben. De koninklijke konijnen zijn er namelijk allergisch voor. De koningin verklaart verder dat ze de tapijten wel in haar slaapkamer zullen hebben. Dan gaan we nu verder met het volgende nieuwsitem over Kevin Durant. Kevin Durant is het geval van een kernzoon kiwi genaamd Benedictus. Benedictus wordt 800 kilo bij de geboorte en is zeer simpel, verklaart Kevin in een persbericht. Ook verklaart hij in hetzelfde persbericht leuke dingen gedaan te hebben met Benedictus. Zo zijn ze bijvoorbeeld samen naar een fruitbijeenkomst geweest. Benedictus had het heel erg naar zijn zin, maar dan was hij niet zo onder de indruk van de blender. De blender, genaamd hermafrodietje, moeder van Mietje, vond Benedictus ook erg opdringerig, verklaart hij speciaal voor dit nieuws. Nu verder. In het Hartse van Geleen heeft gisteravond een gewelddadig conflict plaatsgevonden. We gaan nu live over naar onze correspondent op de plaats Delict. Ja, hallo Dick en Har. Ja, gisteren heeft hier een flinke vechtpartij plaatsgevonden tussen twee hermafrodieten. Het is er zwaar aan toegegaan, omdat het de testosterongehalte heeft van een man en het bitchfightgehalte van een vrouw. Deze combinatie is niet goed. Ja, ja. En hoe is de sfeer daar nu in Geleen? Ja, de sfeer is, zoals je waarschijnlijk wel kunt indenken, gespannen. Op straat valt niemand te zien en deuren blijven gesloten. Iedereen is bang voor een herhaling van wat hier gisteren is gebeurd. En valt er nog iets te zien van het misdrijf van gisteren? Ja, heel erg veel zelfs. Zoals je misschien wel kunt zien ligt overal bloed op de straat en heel veel takken zijn afgebroken. Dit was hier gisteren een ravage, zoals je nu ook nog kunt zien. Volgens buurtbewoners zelf is dit aan de orde van de dag, maar de buurtbewoners denken dat de herhaling van gisteren niet snel zal plaatsvinden in Geleen. Ik ga naar de studio. Meneer, bent u nog bang voor een herhaling van wat gisteren gebeurd is? Ja, ja, je bang is een heel groot woord, maar ik vind het wel heel erg wat hier gebeurd is gisteren. Ik doe geen oog meer toe. Ik kan niet meer slapen, s'nachts of overdag, alle twee niet. Ik had dit gisteren in mijn tuin staan, in mijn voortuin. Had ik nog helemaal het zelf gepland gistermorgen. En dat is nou kapot. En ik vind het niet kunnen. Ik kan er niet meteen. Nee, ik kan er niet meteen. Oh, sorry. Ben jij nou ook bang voor wat er gisteren gebeurd is? Nou ja, niet zozeer. Ik vrees er niet zozeer voor dat ze mij ook, dat ze bij mij komen aanbellen, dat ze mij doodslaan. Maar ik hoop niet dat het nog eens gebeurt. Nee, want dadelijk stelen ze me iets of maken ze me de deurbel kapot. Maar bent u nou bang dat het nog een keer gaat gebeuren? Nee. Oké, Herman, bedankt voor je toelichting. Dan gaan we nu over naar het economisch nieuws. Nou, zoals gewoonlijk is de economie kut. Dus ik adviseer de bank te gaan zitten en een kogel rond te gaan vreten en nooit meer op te staan. Dit was het economisch nieuws voor vandaag. Kijk maar ook weer. En dan gaan we nu over naar onze weerman, Titus Perma. Ja, Titus, wat wordt het weer van morgen? Regen! En voor de rest van de week? Regen! Kun je ook iets vertellen voor de daaropvolgende week? Regen! En kun je ook een toelichting geven misschien al over hoe het weer zal worden tijdens de voorjaarsvakantie die nog over 3 weken voor de deur staat? Regen! Regen! Oké, Titus Perma, bedankt voor de toelichting. Dit was het nieuws van RTLX van 38 oktober. Bedankt voor het kijken en nog een kutdag. Pirren!